punten die ik wil aanhalen met betrekking tot het vasten zijn: degene onder ons die een ongeneeslijke ziekte hebben, die hoeven natuurlijk niet te vasten. Maar die dienen dus elke dag dat zij niet vasten, voor die dag dienen zij een fidya te, betalen. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam die zegt met betrekking tot de zwangere vrouw: een zwangere vrouw hoeft niet te vasten. Zij hoeft niet te vasten, echter, als zij in staat is om dat te doen, dan dient zij dat wel te doen. Ja? Dus degene die dat het beste weet, dat is zij zelf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, met name de hoogzwangere vrouwen, die hoeven natuurlijk niet te vasten. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zegt een hadith overgeleverd door Imam Ahmed, Imam Abu Dawood en Imam Tirmidhi: Inna Allah wada'a 'anil musafir as-sawm wa shatra as-salat wa 'anil hubla wal murdi'a. Allah heeft voor de reiziger het vasten, zeg maar, gevrijwaard, en voor de reiziger heeft hij de salat verkort, en voor de zwangere vrouw en voor de vrouw die borstvoeding geeft, die hoeft niet te vasten. Die dienen dus, zeg maar, de dagen in te halen dat zij niet heeft gevast. Ook is mij gevraagd: hoe zit het nou met mensen, broers en zusters, die lijden aan astma? Astma is een bepaalde ziekte, een bepaalde ademhalingsziekte die je hebt met de, die betrekking heeft op de longen. Allahu alam, er zijn mashallah fatwas daarover van geleerden. Degenen die astma hebben, die kunnen vasten. En wanneer zij tijdens het vast een aanval krijgen en ze moeten dat ding gebruiken, zeg maar, om mee in te halen, ja? Om zeg maar zo'n Ventolina die ze moeten inhalen, inshallah kunnen zij dat gebruiken en hun vasten is inshallah nog steeds geldig. Want wanneer zij dat inhalen, gaat het niet naar hun maag, maar gaat het naar hun, longen. En de long, zeggen de geleerden, dat is niet een gebied waar eten naartoe gaat. Dus voor degenen die bijvoorbeeld astmatisch zijn, die kunnen mashallah, alhamdulillah, alhamdulillah, hun vasten nog steeds door blijven doen. Met betrekking tot degenen die ziek zijn, en die gaan bijvoorbeeld naar de dokter, en die zijn aan het vasten, en die krijgen een injectie. Het krijgen van een injectie en het krijgen van een vaccinatie, inshallah breekt dat ook het vasten niet. Zolang het niet een vaccinatie is, of een injectie is, die het eten vervangt. Echter, wanneer het eten vervangende injectie is, bijvoorbeeld iemand kan niet eten vanwege een bepaalde omstandigheid en die krijgt zeg maar een voeding via een buis, zo'n persoon natuurlijk hoeft in principe ook niet eens te vasten, maar als het wordt geïnjecteerd, dat eten vervangt, dan wordt het vasten daarmee verbroken. Maar is het een injectie, een vaccinatie, vanwege gewoon een vaccinatie voor de oproep die je bijvoorbeeld krijgt van de dokter, en het is een vaccinatie tegen bepaalde pijn, inshallah, het krijgen van een spuitje verbreekt het vasten, inshallah, niet. Ja, verbreekt het vasten niet. En betrekking tot ook een vraag die is ook gesteld, is: hoe zit het nou met tandpasta? Hoe zit het nou met tandenborstel? Mag ik mijn tanden poetsen tijdens de maand Ramadan? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, die zegt met betrekking tot de siwaak. De siwaak is zo'n soort van tandenborstel, ja, zo'n stokje. Ja, zo'n stokje die aan het uiteinde koudt en daar vervolgens je tanden daarmee kan poetsen. Dat is wat ze vroeger kunnen gebruiken. En Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam zegt: لو لا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. Als ik het niet aan mijn umma moeilijk zou willen maken, dan zou ik ze verplichten bij elke salat de siwak te gebruiken. En er zijn sahabas die hebben bevestigd dat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tijdens het vasten ook de siwak heeft gebruikt. Maakt niet uit of het voor dohr is, maakt niet uit of na dohr is, het gebruiken van de siwak is toegestaan. En de siwak is van de arakboom. En een arakboom, dat is een boom die ook een hele sterke smaak heeft. En dus hebben de geleerden gezegd: als het gebruik van siwak is toegestaan, dan is het gebruik van tandenborstel ook toegestaan. Echter, een vastende moet natuurlijk heel erg voorzichtig zijn. Een vastende moet niet te veel overdrijven. Ja? En bovendien, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam heeft gezegd, dat de ra'iha, de geur die komt uit de mond van de vastende, is beter dan de geur van musk, mashallah. Waarom? Dat is een geur die is voortgekomen uit ibadah. Dat is een geur die is voortgekomen waarbij je Allah tabaraka wa ta'ala blij wil maken. En dus is de voorkeur, ja, om dat te vermijden. Maar
als je bijvoorbeeld een openbare functie hebt, je bent onderwijzer, je moet veel met mensen praten, je moet misschien praten met mensen van anders gelovigen, dan is het wel toegestaan, inshallah, om zeg maar je tanden te poetsen. Inshallah is dat iets wat het vasten niet verbreekt, inshallah. Een andere vraag die ook wordt gesteld, is met name aan de moeders en de zusters. Ja, overdag, mashallah, de broeders en de vaders zijn aan het werken. En de zusters en de moeders zijn bezig in de keuken om te koken. Is het toegestaan om eten te proeven? Ibn Abbas, radiyallahu anhu, die zegt, La ba's an yatata'an al-qadr wa shay. Het is niet erg om een beetje ervan te proeven. Proeven bedoelt hiermee natuurlijk dat je niet doorslikt. Hè? Proeven betekent niet een hele grote lepel dat je dat allemaal doorslikt. Nee, proeven betekent hier alleen om te weten of het nog een beetje zout of een beetje suiker of een beetje smaak bij me. Gewoon op de punt van de tong en daarna inshallah, ja, zodat ook degene straks bij het verbreken van hun vaste mashallah ook iets smaakjes kunnen krijgen mashallah. Dat zijn enkele van de punten die te maken hebben met het vasten. Precies, en mijn zusters, er zijn nog enkele adab. Adab van de vastende. Het zijn mooie adab van de vastende. Thumma alam anna lissami adaban yambagi lil insani an yata'addab biha. Weet dat voor de vastende er zijn bepaalde etiketten, mashallah, waar je aan moet voldoen om te kunnen vasten. Een van de dingen van het vastende etiket is, zeg maar, de suhoor, het ochtendeten, zeg maar, het eten die je neemt in de ochtend, zo laat mogelijk te verlaten. Ja, zo laat mogelijk te verlaten. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gezegd, tasahharu fa inna fi suhoori baraka. Ja. Neem in de ochtend dat eten, ja, de suhoor maaltijd, voorwaar daarin is er baraka. En de profeet die zegt, deze oma zal het altijd goed hebben, zolang zij hun suhoor zo laat mogelijk verlaten, tot bij de fajr. Dus met andere woorden, ik geef een voorbeeld. Stel je voor, op het lijstje, op de qa'ima, voor salatul fajr staat 4.59. Dan mag jij eten, technisch gezien, tot 4.58.59 seconden. Om het maar op die manier uit te drukken. Dus de profeet sallallahu alaihi wa sallam, die zei, Allah te barak zei ook, wa kulu wa shrabu, hatta yatabayyana lakum al-khatul aswadi min al-khatul abyad. Eet en drink, totdat je kan, zeg maar, onderscheiden, zeg maar, op de dageraad, de witte draad van de zwarte draad. Dus dat is, zeg maar, een van de etiketten, zo laat als mogelijk de suhoor verrichten. Een ander etiket bijvoorbeeld ook is om de iftar, ja, zo vroeg mogelijk te doen. Andersom, mashallah.